Ik ben Bo en super leuk dat jij weer kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Vandaag ga ik iets doen wat ik al een keertje eerder heb gedaan. En ik ga dit nog een keertje doen omdat jullie hier gewoon allemaal massaal om vroegen. En jullie vonden de vorige video super leuk. Ik ga namelijk deze video weer bedrijf bellen waar ik helemaal niet werk. En hier ga ik me dan ziek melden met een of andere gekke reden. Ook deze keer konden jullie weer de redenen kiezen. En die hebben jullie massaal achtergelaten. Heel erg bedankt hiervoor. Ik heb er een paar uitgekozen die ik straks ga gebruiken. Dat is alles wat ik wilde zeggen. Dus zeker weten een duimpje omhoog. Vergeet onder niet te abonneren. En laten we snel gaan beginnen. Let's go! Oké, voordat we gaan beginnen wil ik nog even zeggen dat ik deze keer geen Lisa heet. Zoals bij mijn vorige video. Maar ik heet deze keer Anne. En ik ga dus gewoon naar een paar winkels bellen. En dan ga ik me dus ziek melden met de gekke redenen die jullie hebben ingezonden. Oké, als eerst ga ik de Jumbo bellen. En ik ga me hier vandaag ziek melden. Omdat mijn moeder mij nog geen eten heeft gegeven. En daardoor kan ik dus niet komen werken. Het is een hele gekke reden, wel erg grappig. We gaan gewoon bellen. Let's go. Goedemiddag. Hallo, ik spreek met Anne. Ik wilde mij voor vanavond ziek melden. Op welk afdeling werk je? Vakken vullen. Gewoon een vulproef. Oké, okay, en hoe laat zou je moeten werken? Ik moest van 5 tot sluit werken. Tot hoe laat is sluit? 9 uur. Is goed, ja. Oké. Okay. Dank u wel. Oké, okay, deze was gewoon direct maar aan het overhoren of zo, alsof ik het wel wist. Omdat ik van in plaats, welke afdeling zei ik, vak vullen van in plaats veel vloeg. En daarna had ze volgens mij het idee dat het fake was of zo. Gaat ze me ook overhoren? En tot hoe laat is sluit? Ja, 9 uur. Goedemiddag. Hallo, ik spreek met Anne. Ik wilde mij voor vanavond ziek melden. Ik spreek met wie? Anne. Ik moest van 5 uur tot sluit werken. Oké, maar je weet dat je je nu niet kan ziek melden, want je hoort minimaal 2 uur van tevoren ziek te melden. Ja, maar ik zeg maar net ben ik pas achtergekomen. Mijn moeder heeft me nog een eten gegeven, dus ik kan zo meteen niet weg. Oké, als je een klein momentje hebt, ga ik het even voor je uitzoeken. Blijf jij blij? Ja. Goedemiddag, bedankt voor het wachten. Ja. Wie moet je daar niet weten? Want die moet ik even zoeken, zodat ik het bij hem of haar kan melden. Oh, daar heb ik eigenlijk geen idee van, want ik werk nog niet zo lang bij jullie. Ik gok dat ik net 2 weken bij jullie werk. Ja, maar je werkt hier helemaal niet. Jawel. Nee. Jawel. Luister, ik snap dat het een trend kan zijn omdat het op YouTube bekend wordt dat iedereen grappig gaat bellen naar winkels. Maar het is geen grap. Je hebt toch wel huiswerk te doen of iets anders, ja? Ik weet niet hoor, maar ik werk gewoon bij jullie. Ja, je weet het wel. Fijne avond. Oké. Ja, ze werd best wel boos. Je zag dat ze probeerde netjes te blijven, omdat ze natuurlijk in naam van Jumbo belt. Maar, ja, heel erg leuk. Stel je bent nu echt Anne en je werkt daar wel. En ze denken, nou, sorry, maar ik vind het sowieso raar dat je eerst 2 keer in de wacht wordt gezet. Ze gaan je direct overhoren of je fake bent, ja of nee. Oké, deze, ja, best wel raar. We gaan gewoon snel door naar de volgende. Let's go. Oké, ik ga nu de Albert Heijn bellen. En ik ga me ziek melden omdat ik mijn Netflix-serie nog niet af heb gekeken. En daardoor kan ik gewoon echt niet komen werken. Spannend. Let's go. Goedemiddag. Hallo, met Anne. Ik wilde mij voor vanavond ziek melden. Oké, ik ga even doorverbinden. Goed? Is goed, dankjewel. Hallo met Anne, ik wilde mij voor vanavond ziek melden. Ik werk in de veelploeg. En wat is jouw achternaam? Van den Berg. En heb je al eerder gewerkt? Ik ken jou niet namelijk. Nee, ik heb nog niet eerder gewerkt. Ik heb 2 weken geleden zo'n sollicitatiegesprek met jullie gehad. En ik moest vanavond voor de eerste keer werken. En wie het gesprek had? Daar heb ik echt geen idee meer van, sorry. Wacht even, hoor. Wat naam was hij nog een keer? Van den Berg. Oké, dat is in ieder geval fijn. Want ik had mijn Netflix-serie nog niet afgekeken, dus ik had sowieso niet komen werken. Kon echt niet. Nee, dat snap ik. Fijn dat je gebeld en wel kon ik even een andere Albert Heijn, ja? Hoezo? Ik werk... Hè? Hoezo een andere Albert Heijn? Wat bedoelt u ermee als ik vragen mag? Nee, doet niks meer, maar. Nee, maar anders zegt u het ook niet. Heeft u blijkbaar denk ik een bedoeling mee? Nee, dat mag natuurlijk mee, hoor. Daarnaast nog. Oh, ja.
Ja, oké. Okay. Ja, dat is heel logisch. Ja, ik vraag hem wat zijn bedoeling met die opmerking is. Nou, geen bedoeling meer. Nou, oké. Okay. Rustig. Chillen. We gaan snel weer naar de volgende. Let's go. Oké, okay, tot slot ga ik nog een keer in Jumbo bellen. En ik kan niet komen werken, want ik zit vast in de wc. Best wel gênant, denk ik. Maar ik kan gewoon niet komen werken, want ik zit opgesloten in mijn wc. Let's go. We gaan bellen. Goedemiddag. Hallo, ik spreek met Anne en ik wilde mij voor vanavond ziek melden. En op welke afdeling werk je? Veel ploeg. En hoe laat moet je beginnen? 5 uur. Dan ben je veel te laat, hè? Ja, maar ik kan niet weg, want ik zit opgesloten in de wc en er is niemand thuis die me los kan halen. Ik wil niet duurder van wat normaal is. Ik ga het hoor, ik ben 1 minuutje. Oké, dankjewel. Goedemiddag. Hallo, ik spreek weer met Anne. Ik wilde mij ziek melden. Dat, op welk afdeling sta je? Veel ploeg. Veel ploeg, dat gaat het niet meer worden. Hoezo niet, maar ik kan niet weg. Ja, dan moet je voor 10 uur 's ochtends doen. Ja, maar ik zit opgesloten in de wc en er is niemand thuis. Ik kan niet weg. Je zit opgesloten op de wc en je kan niet weg. Ik ga je even door binnen, een moment. Oké. Okay. Maar nog iets, dan ben je toch niet ziek, of wel? Nee, maar ik kan toch moeilijk zeggen, ja, ik moet me afmelden. Dan meld ik me toch gewoon ziek? Ja, dan kan je, want je ziek als je ziek bent. Dan meld je je ziek. Ja, maar ik moet me toch afmelden en dan doen we dat meestal gewoon doen. Je meldt je af of je bent ziek. Dat zijn twee verschillende dingen. Ja, dat snap ik wel. Maar een momentje. Oké. Wat is jouw achternaam? Van den Berg. Van den Berg. Bij welk filiaal werk je? Want je spreekt nu met je. Ja, daar werk ik ook. Je. In de filmploeg? Ja. Wie is jouw filiaal? Wie is jouw chef? Daar heb ik geen idee van, want ik werk nog maar 1,5 week bij jullie en dit zou mijn eerste werkdag zijn. Zou je eerste werkdag zijn? Ja. Ik heb hoor hier dat we geen Anna hebben aangenomen. Nou, dat vind ik dan heel raar, maar het is toch echt zo. Ik ga jou even het systeem opzoeken, als je een klein momentje hebt. Ja, ik kan toch nergens mee. Maar goed, dat de eerste werkdag zijn, is het niet goed, geen goede binnenkomer. Nee, maar ik kan er zelf vrij weinig aan doen, dat is zeg maar het ding. Maar daar is toch wel iemand die je komt te bevrijden? Nou, ik zou geen idee hebben wie, echt niet. De politie, brandweer. Ja, maar iemand, dan wordt het weer zo'n groot ding. Ik maar je kan gewoon de hele avond blijven zitten. Ja, er komt om 6 uur iemand thuis, dat weet ik wel. Maar dan ben ik gewoon al te laat voor mijn werk. Dus daarom meld ik me gewoon hier af. Oké, maar goed, dan kan je daarna altijd komen. Anna, zei je? Ja. Anne. En wat was jouw achternaam? Van den Berg. Nee, die staat hier echt niet in. Dan vind ik dat heel raar, maar... Ja. Die staat hier echt niet. Met wie heb je toen gesproken? Ik heb er echt geen idee meer van allemaal. Want ik heb toen bij meerdere sollicitaties gedaan. Ja. En bij die van jullie ben ik aangenomen, maar... Maar met wie heb je toen gesproken toen je hier op sollicitatiegesprek kwam? Ik heb echt geen idee meer. Ik ook niet. Maar je staat hier in ieder geval niet in het systeem. Oké, dat is heel raar. Ja, dat is zeker raar. Nou, bel mij even als je hier bevrijd bent. Is goed, doei. Ja, ik hoor je strakjes. Yo. Hoi. Echt zo, nou, bel maar even als je hier vrij bent. Op zich vond ik deze nog wel grappig. Deze vond ik oprecht nog wel grappig. Dan waren dit alle bedrijven alweer die ik ga bellen in deze video. Ik hoop dat jullie het een leuke video vonden. Hij was wel wat minder extreem als de vorige keer, maar alsnog vond ik het heel erg leuk om te doen. Willen jullie nou deel 3 van? Laat mij dat dan weten door een pluimpje omhoog. En laat hier onder dan ook redenen achter. Vergeet zeker weten niet te abonneren op mijn kanaal. En tot de volgende keer. Doei doei!